Pennywise, like deze video, anders ligt ik onder je bed. Nee. Hallo allemaal en leuk dat je weer kijkt naar een gloednieuwe video. Mensen, vandaag hebben we nou ook een leuke dag te gaan, want we gaan dus vandaag naar oma toe. Ik hoop dat jullie ook hebben geliked en geabonneerd zijn, want per 100 likes krijg ik namelijk 1 euro bij de, voor de Mystery Gift giveaway die ik aan jullie ga geven. Dus hoeveel likes kunnen we halen? Per 100 likes is 1 euro. Dus mensen, ik zeg al iedereen liken, want binnenkort ga ik een giveaway doen, een mystery box voor jullie. En deze video beslist hoeveel euro ik aan de mystery box moet spenderen aan jullie. Maar goed, we gaan dus even lekker naar beneden toe, want we gaan dus naar oma toe. En ik ga niet alleen, ik ga dus met mijn eigen gezin daar naartoe, jawel. En kijk eens, daar is mijn zoon, die zit lekker tv te kijken. Hey, hoe gaat het met jou? Ja, ik zit het wel in naar SpongeBob, maar ze is wel niet terug. Het is geanimeerd, lieve kind. Ik wil niet de pret bederven. Maar echt niet, Sinterklaas waait wel terug. Ja, dat is opgenomen, hij zwaait iedereen. Oh. Ja, daarom. Die snapt het ook niet, maar jongen, we gaan zo naar oma toe trouwens, dat je het even weet. Oh, dat is goed. Dat is in ieder geval geregeld, want ja, we gaan dus naar oma toe. En laat ik even bij het zwembad gaan kijken. En wat krijgen we nou? Wat is dit nou weer? Wat is dit voor geflikflooi bij mijn vriendin? Ze zitten nog net niet met elkaars hand in de broek of zo. Jezus. Hey, dat ga ik niet pikken. Ik ga eens even naar binnen toe. Hey, lieverd, wat heeft dat te betekenen? Niks hoor, we zeggen maar aan het praten. Bij het zwembad en jij in je bikini. Nou, ik vind dat we heel close zijn. Hoezo? Wie is die gast? Hé, ik zou als ik jou het heel gauw wegwezen, hè. Het is mijn vriendin. Jouw vriendin? Daar is helemaal niks van jou tussen, gast. Zo. Sorry hoor, maar... Wat doe je nou? Waarom vermoord je hem? Ik vermoord hem niet, ik laat hem alleen even slapen. Dat zie ik, gadverdamme, ik sta in zijn bloedplas. Hallo, misschien moet je voortaan het niet vreemd gaan. Wat bezielt jou? Ja, ik wil namelijk OnlyFans gaan beginnen en hij is een acteur van mij. Een wat? OnlyFans? Een acteur? Doe toch eens even normaal. Ik wou gezegd dat we naar oma gaan. Oh, gaan we naar oma? Ja, oh my god. Serieus, OnlyFans. Hier moet ik even een hartig woord spreken. Kom mee. Oh my god, zeg. OnlyFans, ben je helemaal besodemieterd. Daar ga je mooi niet aan beginnen, hè. En voor de mensen die niet weten wat OnlyFans is, beter zo. Want dat is echt een vieze platform waar mijn vieze dames op staan. Ik hou het niet van als dames al aan OnlyFans doen. Dat is de afknapper voor mij. Sterker nog, een goede vriendin heeft voor mij ook wel eens OnlyFans gedaan, maar dat is maar heel kort. Ik vond wel dat ze haar zelfrespect weggooide. Dat is eerlijk, maar ja. Gelukkig was het niet mijn vriendin. Nou, ik ga dus even de auto uitrijden en ze mogen lekker instappen wat mij betreft. Dus laten we het even doen. Alright, daar staan ze al. En zit hij nog steeds te zwaaien? We zitten geen twee meer te kijken. Jongens, instappen. Is goed, ik ga instappen. Nou, kijk goed. Oh my god. En mevrouw wil ook even instappen. Zo, instappen jij. En met jou wil ik nog even een hartje woord spreken. En waarom zit er überhaupt in je bikini? Nou ja, het hoort bij mijn OnlyFans ook carrière. Serieus? Even serieus, man. Daar ga ik dan niet aan beginnen. Een freaking OnlyFans. Oh. En ik bland weer in de boom. Maar dat maakt niet uit. Ik weet niet wat je denkt, maar kom aan. Zeg, ga je ook al lentekriebels beginnen? Wat is de volgende stap? Je bent moeder van een klein kind. Hij is 7. Ik bedoel Timo, 7 jaar. Wat wil je ermee bereiken? Nou, gewoon. Oh my god. Maar wat is OnlyFans dan? Ga ik jou niet uitleggen. Ik ben ook helemaal tegen dat lentekriebels gezeik. Even serieus, dat gaan we niet doen. We gaan gewoon naar oma toe. En dan gaan we even een gezellige dag maken, oké? Okay? Wij met z'n drietjes. Nou, oké, okay, wordt gezellig. Serieus, maat. Hij mocht niet eens afslaan. Hij moest wachten tot ik voorbij was. Maar hebben jullie een beetje zin om naar oma te gaan? Ja hoor, ik wel. Maar even serieus, moet ik OnlyFans laten doen? Als oma dat hoort, dan gaat ze niet blij mee zijn. En dat is jouw moeder, hè? Jouw oma. En we hebben het over jouw oma, hè? Ja, dus, die hoeft het niet alles te weten. Dat zijn mensen van de dag. Dit zijn mensen die op een gegeven moment uitsterven. Ga je serieus zo over je eigen oma praten? Ja, ja, het zal wel. Wat is er met jou tegenwoordig? Ja, niks. Ik zweer, ik word je echt zat op dit moment. Ik zweer het je, zo zat dat ik gewoon zelfs die scooter uit doodrijden. Ja, dan moet je niet doodrijden, hè? Maar goed, ik zie je weer bij oma. In ieder geval, we zijn dus bijna bij oma aangekomen. En Jesus, wat is die stil? Ja, ik weet het. Maar goed, het maakt niet uit. Oma heeft vast wel wat leuks verteld, denk ik, toch? Tja. Oké, ik weet niet wat er met haar aan de hand is, maar het zal wel. Hé, joh, pas jij een beetje op, je achterlijke gladiool. Jongen, zeg. Ik word er helemaal live van. Hé joh, godverdomme, ik dacht dat het gewoon struik was. Mensen, we zijn dus bij onze oma aangekomen. En jawel, we kunnen wel met onze auto tollen. Dat is geen probleem. Dus ik zou zeggen, laten we even uitstappen. Nou, in ieder geval, we zijn dus aangekomen bij oma. En komen jullie naar binnen? Ja, ja, we komen eraan. Ik kom er ook aan. Nou, oké. Ik hoop dat oma wat lekkers voor ons een petto heeft. Dus laten we bij oma aankomen. Hey, oma. Hey oma, hoe gaat het met u eigenlijk? Hey, jongens. Met mij gaat het goed. Hoe gaat het met jullie? Ja, met mij gaat het ook wel goed. Ja, met haar ook. Ja, hoezo met mij ook? Ik had voor mezelf spreken. Oh, hebben jullie wat leuks gedaan vandaag? Ja, wat leuk. Zij moet je iets vertellen, mijn vriendin. Ja, wat moet ik haar weer even vertellen? Nou, vertel maar. Vertel me wat oma moet weten. Kom op, van tafel af. Zo. Oké, ik ga het wel vertellen. Ik heb OnlyFans gestart, oma. En wat is OnlyFans? Dat is een platform waarbij ik mijn borsten show, billen en noem maar op. Oh meid, dat doet dat jezelf toch niet aan? Ik heb het op manieren geleerd in je ouders dan. Tja, wat moet mijn ouders ervan zeggen? Die zeggen gewoon, dat zijn progressieve ouders hoor. Progressief? Ja, dat zegt al genoeg. Je ouders hadden het beter moeten bijleren. Ja. Maar goed, als jij geld mee kan verdienen. Geld mee kan verdienen, het is wel mijn vriendin, hè. Ik ben misschien ook een beetje progressief, dus laat het dan maar accepteren. Wat jij wilt. Nou, weet je wat? Ja, we gaan even gewoon lekker gezellige dingen hier doen. En ik hoop dat alles wel een stuk beter gaat in ieder geval. Dus we gaan even tv kijken, denk ik. Zo, ik zit even een YouTube-serie te kijken. En, oh, dat is wel een leuke YouTube-serie, man. Oh, ik kan wel uren hier naar kijken. De lade open!
gaan eten. Is goed, oma. Ja, ik kom in ieder geval lekker eten. En ja, ik heb even een tijdje vandaag mijn vriendin niet gesproken. Want ja, weet ik wel denk waarom. Hé, oma, we gaan even lekker eten. Wat hebben we te eten vandaag? We hebben duidelijk stamppot te eten. Oh, lekker. En hoe gaat het met jou verder, bro? Ja, maar ik ga het goed hoor. Kijk, goed om te horen. En met jou? Ja, kan beter. Oké, nou, laten we even gaan eten met z'n allen. Dat is heel goed. Laten we dat even gaan doen. Eet smakelijk. Smakelijk eten. En... Oh, het is lekker zo'n stukje stamppot, joh. Ik zweer het je. Ja, ik kan het goed maken. Huh? Wat was dat nou? Oma, weet jij wat dat was? Ik heb geen idee, hoezo. Ja, ik hoorde wat. En weet jij het, lieverd? Nee, hoezo, wat moet ik nou horen? Ik weet het niet, maar ik vind het een beetje apart dit. Maar goed, ik heb lekker gegeten. Ik ga even lekker douchen. Ik weet niet wat jullie verder gaan doen. Ik zou zeggen, of jullie willen blijven zitten, moet je even zelf weten. Maar ik ga lekker even een heerlijke douche pakken, denk ik. Dus laat ik dat even gauw gaan doen. De sfeer zit er niet heel lekker in eigenlijk op dit moment. Dus ik zou zeggen, ik ga gewoon lekker even een warme douche nemen. Ik hoor het verder wel, dus ik ben wel benieuwd. Alright, laat ik dat even heel gauw gaan doen. Dus ik ga lekker even douchen. Zo, oh, even een private moment voor me. Oh. Oh, ik heb lekker even gedoucht, dus ik zit wel goed zo. Joehoe. Nee, nee, nee. Huh, wat was dat? Hallo? Is er iemand? Hallo? Ik weet niet wat dat was, maar een beetje apart dit. Geen idee, maar het zal hem wel. Ik ga even naar beneden toe. Ik denk dat dat best is, hè. Even kijken, oh, wacht. Ik hoor wat op mijn kamer. Wat is dit nou? Wacht, hè. En... Er ligt een briefje, een foto, en wat zie ik hier? Wat? Mijn vriendin heeft gewoon letterlijk iets op OnlyFans gepost en dat is een screenshot gemaakt. Is ze toch stiekem een account begonnen sinds gisteren al met die gast die ik vandaag had in elkaar gepakt had? Wat? Nee, maat. Ze waren dus allebei bloot? Nee... Nee. Ze gaat gewoon... Dit is zonder mij het overleggen. Dit is gewoon vreemd gaan. Precies hetzelfde, man. Je gaat dan niet zonder mijn OnlyFans beginnen met een andere gast. Ik ben toch met haar in een relatie, of niet? My freaking god, zeg. Lieverd, wat heeft dit nou weer te betekenen? Ben je helemaal goed bij je paas, of niet? Wat? Waar heb je het nou weer over? Waar heb je het over? Je weet heel goed waar ik het over heb. Nee, ik weet het niet. Wat wil je nou weer van me? Ik zweer het je. Kijk die foto hier. Ja, dus. Het is op mijn account. Ik ben progressief tenminste. Moet je ook eens worden. Progressief. Dus naaktheid, kinderen, vreemd gaan. Dat is progressief? Ja. Waar gaat deze wereld naartoe? Ik zweer het je. Ik word helemaal lijpje van. Weet je wat, Daddy? Zoek het maar uit. Ik ben er klaar mee. Ik ga weer hier. Oh my god, dat meen je niet. Maar blijf hier, schat. Nee, en volg me niet. Ik voel me niet schuldig per se. Ik bedoel, ik accepteer deze keuze gewoon echt niet. Zouden jullie überhaupt accepteren als je vriendin dat zij zulke dingen doet? Nee, toch? Dus ik ook niet. Ja, weet je wat? Ik kan gewoon een rambom krijgen. Ik ga er gewoon lekker achteraan, weet je. Ik denk dat het beste is om te doen. Dus hey, wat is dit nou? Wat? De deur is dicht. Ik kan wel via de andere deur naar buiten. Ik zweer het je. Dit ga ik niet accepteren hoor. Hoezo is de deur nou weer op slot? Is deze wel open? Ook niet. What the F? Is dit? Ik zweer het je. Ik vind het een beetje apart worden nu. En deze deur is ook op slot zeker. Ik weet niet wat het is, maar... Nee, 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 nee. Huh? Waar komt er vandaan? Waar komt... Ik snap het niet. Ik ben echt in de war. Oma, heb jij alle deuren op slot gedaan? Nee, dat heb ik niet gedaan. Hoezo? Ik weet niet, alle deuren zijn op slot. Geen idee. Maar goed, hoef ik het zelf niet meer te doen. Nou, oké, dat is wel waar. Weet jij er iets van, kind? Nee, ik weet het niet. Oké. Nou, het zal wel weer, weet je. Ik weet het niet verder. Maar ik denk dat ik lekker een dutje ga doen, want hier kon niet veel goeds van. Eerlijk is eerlijk. Dus wat ik over lekker ga doen, ik ga lekker naar boven toe. En ik ga denk even lekker een tukje doen. Dus weet je wat, mensen? Wel trusten. Good night. Oeh, ik lig hier al een tijdje te slapen. En wat hoor ik hem voor gebonk? Wat is er nou weer? Ik ga eens even kijken hoor. Wat heeft het nou weer te betekenen? Help! Help! Please help me! Help me! Huh? Het klinkt als mevrouw. Wat is het nou? Mevrouw. Wat? Are you kidding me at the moment? Dit meen je niet. Nee. Waar komt er vandaan? Wat? Dit meen je niet. Dit klinkt niet goed. Dit klinkt niet goed. Dit klinkt niet goed. Dit klinkt echt niet goed. Wat? Nee. Meen je nou? Gaat hij gewoon mijn vriendin slaan? Dit meen je niet, man. Oh my god. Stomme clown. Even serieus. Dit meen je niet, man. En wat? Nee. Hij heeft gewoon een mes. Dit meen je niet. Oh nee. Nee. Nee, ze heeft mijn schatje neergestoken. Oh, wat een rotclown, man. Hey, wat heeft het betekenen? Nee. Ben je helemaal besodemieterd? Ik ga lekker weg. Dag. Waar ga je naartoe? Waar denk je waar nu naartoe te gaan dan, hè? Achterlijke clown. Oh, dat meen je niet. Hey, blijf staan jij. Kom op. Hey, auw. Shit, ik haal het gewoon niet. Oh, man. Ik zweer het, ik ben echt kwaad hier. Oh, nee. Hij is waarschijnlijk al weg. Lieverd, gaat het? Ik denk niet dat ik lang te leven. Ik ben in mijn keel gestoken. Oh, het spijt me heel erg voor alles wat ik heb gezegd, man. Ik zweer het je. Ik bedoel, ja... Ik vind het natuurlijk niet leuk wat er gebeurd is. Ik weet het. Ik had het nooit aan moeten beginnen. Waarom doe je dan ook zoiets? Oh my god. We hebben toch al 3 jaar samen. Dan, ja... Telly, ik hou van je. Ik hou van jou, schat. Dit meen je niet gewoon. Die rotclownen. Ik zweer het je. Oha, ik ga hem pakken, hè. Ik ben klaar mee. Ik ga het even denken aan oma wel. Oma heeft er wel sowieso iets van raad mee. Oma, ben je nog wakker? Ah, super, oma. Weet je wat nou... Wat gebeurde nou net in de kelder? Ik weet het niet, ofzo. Mijn eigen vriendin is vermoord. Doe toch normaal, gekkie. Dat kan niet. Wie zou dat gedaan moeten hebben? Een clown? Een clown?
Nee, natuurlijk niet. Wat? Dat meen je niet. Are you kidding me? En wat ben jij nou aan het kijken? Ik ben aan het kijken, ja. Oké, een beetje heel vaag dit. Maar weet je wat? Ik ga gewoon even lekker naar mijn bed toe, want ik ben echt doodmoe op dit moment. Ik zweer het u. Oh man, ik ga gewoon lekker slapen. En weet je wat? Nu ga ik het wel even echt weer doen, want ik ben echt doodmoe. Wat er allemaal nu gebeurt in mijn eigen huis, ik vind het echt een hele rare situatie. Mag ik het wel trusten? Doei, doei. Oh, goedemorgen. Ik ben ook weer wakker geworden. Oh jawel. En oh my god, ik voel me echt rot. Ik heb echt slecht geslapen. Ik meen het je. Na alle stress met mijn eigen vriendin, wat allemaal gebeurd is. Kijk, ik keur af wat er allemaal gebeurd is. Eerlijk, maar het is even die anders. Dus, oh, ik zweer het je. Goedemorgen, oma. Even kijken, waar is oma eigenlijk? Ik weet helemaal niet waar ze is. Misschien moet ik even een eitje gaan bakken of zo. En, huh? Waarom loopt oma met zo'n groot zwaard rond? Wat is dit? Ik snap het niet. Ik vind het een beetje heel raar dit. En ze bloedt. Ze heeft bloed aan de zijkant. Huh? Dit meen je niet. Wat is hier? En wat? Dit meen je niet? Mijn eigen zoon? Nee! Hallo, leef je nog alsjeblieft? Ik zweer het je. Ik dacht dat ik een soort geel van buiten hoorde, maar... Oh nee. En het is heel vers bloed ook dit. Oh my god. Oh nee, dit meen je niet. Oma, waar is oma naartoe op dit moment? Waar is ze aan het gaan? Ik weet het niet. Maar één ding, dit is niet best. Ik zweer het je, man. Oh, dit is echt niet best. En ik hoor wat. Zo. Is het allemaal gelukt? Hè? Huh? Ja, met mij is het allemaal gelukt, schatje. Ja, vind ik ook, schatje. Kom, we gaan vanavond wat leuks doen samen, ja? Maar eerst Deli nog. Deli wipt het op het door, denk ik. Hij heeft snel dingen door. Ah, joh. Weet je, oma, breng hem mee als mij naartoe, oké? Neem maar mee naar een mooie plek. Is goed, ga ik doen. Oké, toppie. Is goed, ga ik weer naar boven. Oh, shit. Skot eraan. Oké, ik ga even hier zitten, denk ik. Even beste denken. Oké. De Lado. Hey, oma. Goedemorgen, jongen. Is het potje goed geslapen? Mwah, kan beter, hè, na wat er met mijn vriendin is gebeurd. En waarom heb je zo'n groot zwaard vast? Ik was het vlees aan het snijden voor vanavond. Oké. Maar ik moet je iets vertellen, Deli. Oh, wat wil je vertellen, oma? Ik wil namelijk een hele leuke plek laten zien. Oh, echt? Ja, en ik denk dat het verstandig is dat ik rij. Is goed. Oké, oma, dan gaan we dat doen, hè? Nou, dan gaan we naar de auto toe en dan rijdt ze vast wel. Of ja, tenminste, misschien beter dat ik ga rijden. Toedeleno, ben je er klaar voor? Ja, ik ben er maar klaar voor. Is goed, je moet alleen even blindenkom doen. Ik vind het toch liever dat jij rijdt, want ik ben een beetje oud. Is goed, ik doe een blindenkom. Want er komt namelijk een verrassing bij je in de auto. Echt? En wie moet die verrassing dan zijn? Ik zie die helemaal niet. Nee, dat is ook de idee. En praat hij ook? Nee, hij gaat nu gebukt zitten, dus je kunt rijden. Doe de blinddoek maar af. Is goed. En waar is hij dan? Hij is echt verstopt. Oh, oké, ja, ik zie hem nog niet, dus vandaar. Dat dacht ik al. Je hebt de navigatie gezet, dus je kunt er naartoe. Is goed. Nou mensen, wij gaan eens even plek naar de, ja, rijden naar de plek met samen met Omi en iemand die erbij zit in de achterbank. Hartstikke leuk en gezellig. En ik ben eens heel benieuwd hoe dat eigenlijk te einde gaat. En ja, sorry, ik zit een beetje te driften op de berg. Een beetje rustig rijden, alsjeblieft. Ik heb ook geen, ik ben ook geen 20 meer, hè? Oké, je hebt eigenlijk wel gelijk. Dus ja, maar is het ver, oma? Nee, het is in de buurt. Oh, oké, nee, super. Dat is belangrijk. En ja, ik ben heel benieuwd of de plek het eigenlijk is, want ik ben er nog nooit echt geweest en dat soort dingen. Maar ja, voor als de eerste keer, hè? Precies, je hebt groot gelijk. Je leert het wel. Ja, precies. Nou, we komen dus aan. En, waarom gaat mijn zoon trouwens niet mee? Ja, die deed door te slapen. Oké, daar is een boer. Ja, klopt. En nog iemand? Oké, wacht, stap uit. Ik moet iets met die boer even regelen. Niet kijken, de laan of stop je hem maar vast, zou ik zeggen. Want ik, je moet ergens staan. Is goed, oma. Kijk in mijn achterogen. En wat? Meen je dit? Wat? Hij maakt gewoon iemand dood. Oh nee. Are you kidding me? Oh nee. Oké, ik ga gewoon staan in de stal. Want waarschijnlijk moet ik in de stal. Dus ja, laten we dat doen. Oma, ben je er? Ik ben er bijna. De laan, we zijn er. Draai maar om. Oké, en wat heeft dit nou weer te betekenen? Je bent dommer dan dom. Hoezo dan? Weet je wie die zussen vermoord had? Dat heb ik allemaal gedaan. Ik had het wel door, oma. Maar ik ben lang voorbereid op je plannen. Hoezo? Wat heb je dan? Moet je maar eens opletten. Want ik ben veel beter dan jij denkt, hè? Achterlijke domwijf dat je bent. Maar ik ben er nu nog bij. Oké, fijn. Met allebei met een wapen. Maar ik ben jullie iets slimmer af, oké? Jullie kennen mijn krachten niet, hè? Ik ben freaking insane. Oké. Maar we gaan je toch even pakken, denk ik. Is dat zo, oma? Hè? Ga je me pakken? Ga maar slaan. Doe maar. Doe maar. Hoppa. Zo. Gek. Je bent gewoon gek, jij. Wist je dat? Zo. Zo. Wat denken jullie van hier, hè? Hé, joh. Zo. Niet tegen mij beginnen, oma. Kom. Je mag ook even zo liggen, hoor. Hé. Hey. Oh, shit. Oeh. Au. Woef, woef, woef. Hé. Nee, oma. Je gaat dat niet doen. Hè? Achterlijke gek. Oeh, au. Hé, hey, joh. Blijf liggen, jij. Niet meer overeind komen. Zo. Lekker voor je. Daar lig je dan, hè? Met een grote bek allebei. Kom op. Ik heb tenminste een echte hakbel. Vergeleken met jullie. Met die neppe commerciële troep. Mensen, bedankt voor het kijken naar deze video. Like even deze video. Abonneer ik naar mijn belletje aan. En elke 100 likes is namelijk 1 euro voor de mystery box die ik voor jullie ga maken. Als mystery gift. Als giveaway. Tot de volgende video. Adios.